De druk op ziekenhuizen neemt toe. Een landelijke spreiding van coronapatiënten komt dan ook weer in zicht. Zodra de versoepelingen er komen, zien we dat het aantal covid-patiënten weer toeneemt. En na het instorten van een deel van een tribune in de Goffert houden de gemeente en de omgevingsdienst het Nijmeegse stadion voorlopig op slot. En het AQ-monument in Arnhem is de afgelopen jaren in verval geraakt. Maar de redding is nu nabij. Je kunt je niet voorstellen hoe blij als we zijn dat het tij zo snel toch gekeerd is uiteindelijk. Hè? Goedenavond. De ziekenhuizen lopen weer vol. En de druk op de IC's wordt zo groot dat ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede aan de bel trekt. In Ede willen ze dat de landelijke spreiding weer in gang wordt gezet. In eerste instantie konden we de covid-patiënten nog in ons eigen ziekenhuis kwijt. Maar in de afgelopen periode zien we eigenlijk weer dat we patiënten binnen de regio moeten gaan uitplaatsen. Waarbij we de afgelopen dagen ook weer echt tegen onze limieten aan zijn gaan lopen. En ook de patiënten binnen de regio niet kwijt konden. Omdat de omliggende ziekenhuizen ook capaciteitsproblemen beginnen te krijgen. En dat zorgt voor schrijnende situaties. Dat we gisteren één patiënt nog hebben kunnen uitplaatsen, maar voor een tweede patiënt was binnen de regio geen plaats. Dus we hebben noodgedwongen die patiënt op de eerste hulp moeten laten overnachten, omdat we ook in het ziekenhuis geen enkel bed meer vrij hadden. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen stijgt overal. Maar vooral in de Bijbelbelt is het een probleem. Zodra de versoepelingen er komen, zien we dat het aantal covid-patiënten weer toeneemt. Dat zien we nu ook. En daarnaast is het zo dat in onze regio de vaccinatiegraad ten opzichte van de rest van het land toch wat lager is. Dus wij hebben het gevoel dat we daardoor de afgelopen periode een hele duidelijke toename zien. Dus met andere woorden, hier komen meer covid-patiënten binnen dan in de rest van Nederland? Ja, dat gevoel hebben wij wel. Ja, dat klopt. Ook het ziekenhuis in Tiel laat weten dat ze tegen hun grenzen aanlopen. De Gelderse ziekenhuizen werken samen in het regionaal overleg acute zorg. Die moeten uiteindelijk bij de minister aangeven dat ze landelijke spreiding willen inzetten. Of het al zover is, kon het ROAS vandaag niet zeggen. Het Goffertstadion in Nijmegen blijft voorlopig dicht. Zondag na de derby tussen NEC en Vitesse stortte een deel van de tribune in onder het gewicht van hossende Vitesse-supporters. Niemand raakte gewond en dat mag een wonder heten. Een container onder de tribune zorgde ervoor dat het gebroken deel niet verder instortte. Twee dagen na het incident meldt de omgevingsdienst regio Nijmegen de sluiting van het Goffertstadion. Omdat niet bekend is wat de oorzaak is van het instorten van de tribune en omdat de veiligheid van het publiek voorop staat, is met de gemeente besproken dat het stadion voorlopig moet worden gesloten. De beelden van de ingestorte tribune gingen ook rond bij het ingenieursbureau in bouwtechniek uit Velp. Ik denk dat dat iedere keer gebeurt zoals, als je zoiets als dit ziet. Dan schrik je daarvan. Je wil gewoon, wij willen met z'n allen ervoor zorgen dat dit gewoon niet gebeurt. En dat de risico's in gebouwen in Nederland acceptabel zijn. Dat we gewoon veilige gebouwen hebben. Rudy Rooijakkers deed voor de Onderzoeksraad voor de Veiligheid onderzoek naar stadions. Naar aanleiding van het instorten van het dak van het AZ-stadion in Alkmaar in 2019. Hij concludeerde dat er onvoldoende zicht was op de veiligheid daarvan en pleit voor een periodieke controle van voetbalstadions, een APK. En dat we gewoon voor zorgen dat stadions goed en veilig zijn. En dat we dus met goede keuringen, periodieke keuringen, blijven letten op de veiligheid van stadions. En in een stadion, ja, daar moet gejuicht kunnen worden, er moet gesprongen kunnen worden. Een stadion moet dat kunnen hebben en daar moeten wij voor zorgen. De gemeente Nijmegen en ook de omgevingsdienst in de regio Nijmegen onderzoeken zelf welke controles er in de afgelopen periode zijn uitgevoerd in de Goffert. Die onderzoeken moeten duidelijk maken hoe dit incident heeft kunnen gebeuren. Ja, waar het Goffertstadion voorlopig uit de roulatie is, wordt in Gelredome donderdag een Europese wedstrijd gespeeld. De gemeente Arnhem zet extra horeca-stewards in vanwege de wedstrijd Vitesse-Tottenham Hotspur. De gemeente verwacht ongeveer 900 Engelse supporters. Vitesse bereidt zich voor op de wedstrijd en de stad Arnhem op de voetbalfans. Burgemeester Marcouch roept inwoners op om de fans net zo warm welkom te heten als 77 jaar geleden de geallieerden toen die probeerden Arnhem te bevrijden. Op de Rijnkade komt een ontmoetingspunt en er rijden extra treinen en bussen om de supporters naar Gelredome te brengen. 5 jaar cel, dat eist het Openbaar Ministerie tegen 2 Mexicanen die verdacht worden van het runnen van een groot drugslab in Herwijnen.
De precieze rol van het tweetal en die van andere verdachten stond vandaag centraal tijdens een zitting in de rechtbank in Arnhem. Eerder beredeneerd gaat het OM uit van een eigen keuze van verdachten, niet van druk van derden, een kartel of whatever. Het is heel wel mogelijk dat de economische situatie in hun thuisland verre van rooskleurig is geweest en vooral door het perspectief op geld hier zijn komen werken. Maar dat doet niks af aan het strafbare karakter van hun gedrag en speelt voor het OM geen substantiële bijdrage, rol bij het bepalen van de hoogte van de gevangenisstraf. De twee Mexicaanse verdachten van 46 en 27 jaar zijn volgens het Openbaar Ministerie belangrijke drijvende krachten in de drugsproductie die duurde van februari tot juni 2020. Totdat ze bij een inval bij het lab op een boerenerf werden opgepakt. De oudste verdachte ontkent de kok te zijn geweest. En de jongere Mexicaan beweert dat hij hand- en spandiensten heeft geleverd. Ook een 65-jarige man uit Herwijnen, een eigenaar van het terrein, wordt verdacht van betrokkenheid. De man blijft bij zijn verklaring dat hij dacht dat de containers werden gebruikt voor het recyclen van tweedehands kleding. De loods die werd gebouwd zou bedoeld zijn voor bouwmaterialen van zijn bouwbedrijf. En de geur die werd geroken, dat was volgens hem wasmiddel. Volgens het OM kan het niet anders dan dat de man die zijn terrein verhuurde van de illegale drugspraktijken heeft geweten. Tegen hem is een celstraf van 15 maanden voorwaardelijk geëist en een geldboete van 10.000 euro. Al twee keer is er in Arnhem bij werkzaamheden een riool geraakt. En het gevolg is dat er deze dagen wagens met poep en pies af en aan rijden. Ik heb 36 kuub bij me, zometeen als ik vol zit. Bij een ongeluk op de A50 bij Epe is een man zwaar gewond geraakt. Een ambulancearts moest ter plekke een amputatie uitvoeren voordat de brandweer de man uit het autowrak kon bevrijden. Volgens ooggetuigen reed de man in de bocht bij de afslag rechtdoor, waarna de auto op bomen klapte. In de auto vonden hulpdiensten een lachgascilinder, maar of de bestuurder onder invloed reed, dat wordt nog onderzocht. En in Ede zijn gisteren op twee verschillende plekken vuilniszakken met dode katten erin gevonden. Volgens de dierenambulance Gelderse Vallei is een aantal dieren mogelijk verdronken. De politie heeft te weinig aanknopingspunten om verder onderzoek te doen, want de vuilniszakken waren al door te veel mensen aangeraakt. De meisjes die de dode dieren vonden zijn erg geschrokken. Ik ben een dierenliefhebber, dan is dit gewoon niet te beschrijven dat iemand dit kan doen. Dat is gewoon kan niet. Op een duurzame manier gas opwekken. Dat was het doel van de bio-energiecentrale in Harderwijk. Maar ondanks de hoge gasprijs heeft de rechtbank vandaag de centrale failliet verklaard. Het ging al een tijdje niet zo goed. Er waren technische problemen en hoge kosten. De Raad van Commissaris en de aandeelhouders zien nog maar één oplossing. Een faillissement. De bio-energiecentrale verwerkt mest en andere producten uit de landbouw- en voedselindustrie tot gas. En dat groene gas wordt afgenomen door Essent. Het initiatief voor de centrale werd in 2016 genomen door Jan Bakker Duurzaam Midden en Waterschap Vallei en Veluwe. Dat de centrale nu moet worden stopgezet is een harde klap voor het waterschap. Nou, dat besluit hebben we wel met pijn in het hart genomen. Want we hebben er ontzettend hard aan gewerkt. Het zijn de ambities die wij hebben proberen waar te maken. En dan zie je langzaam toch een klein beetje ontglippen. En dat betekent, de laatste jaren hebben we alle mogelijkheden onderzocht om te kijken of we daar een goed model van konden maken. Maar uiteindelijk is het niet gelukt. De BEG, zoals de bio-energiecentrale officieel heet, had vanaf de start te kampen met tegenvallers. Zoals onder meer een lekke klep, waardoor er mest wegstroomde in de omgeving. Daarnaast waren er wat financiële tegenvallers. Op het moment dat je zo'n installatie hebt, dan moet je je energie inkopen en je levert energie. De energie die je inkoopt, die stijgt in prijs. En het gas wat je produceert, stijgt niet in prijs, omdat we daar een vaste prijs voor hebben. En het tweede is de marktomstandigheden. Je gaat de mest erin doen en dat levert normaal geld op en die markt is verminderd. En tegelijkertijd heb je andere producten om mee te vergisten en die prijs is gestegen. De stijging van de gasprijs kon dus niet voor een oplossing zorgen. Nee, helaas niet. En misschien dat je na zo'n faillissement er wel van kunt profiteren. Maar op dit moment zit eigenlijk de zaak op slot. Er is nu door de rechtbank een curator aangewezen die gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Een vrouw uit Tiel krijgt een werkstraf van 150 uur voor het mishandelen en verwaarlozen van een van haar kinderen. Haar man kreeg een taakstraf van 80 uur. De rechtbank zag af van een gevangenisstraf.
lijkt inmiddels rustig in het gezin. Het meisje woont ook weer thuis. En het zou met name ook niet in het belang van het meisje zijn als haar ouders nu naar de gevangenis moeten. De mishandeling en verwaarlozing begon toen het meisje 7 jaar oud was en duurde een aantal jaren. Op haar kamer waren nauwelijks meubels en er waren ook geen gordijnen. Ook werd het kind 's nachts wakker gehouden en mocht ze niet naar de wc. De ouders gaven tijdens eerdere zittingen aan dat ze niet met het lastige gedrag van het kind om wisten te gaan. Na jaren van discussie wil de Arnhemse gemeenteraad nu dat het accu-monument op het Gele Rijdersplein in de Oude Staat wordt hersteld. Het bouwwerk van ontwerpers Brouwer en Tajiri staat symbool voor de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Tot grote vreugde van betrokkenen is het nu gered van de ondergang. Ja, we zijn ontzettend blij. Dat kunt u niet voorstellen hoe blij als we zijn dat het tij zo snel toch gekeerd is uiteindelijk. Hè? Want het accu-monument is van bijzondere waarde. Bij deze beoordeling als Rijksmonument is het uitgekozen tot de top 100 van de wederopbouwarchitectuur vanaf 1945 tot 1958. Dus het is een zeer waardevol monument in zijn omgeving. Waar we dus zijn is een plek waar bedoeld om te verpozen, om samen te komen. Wordt ook niet te veel ingevuld al door de ontwerpers destijds. Dat past ook heel erg in die wederopbouwgedachte. Wij hebben ook steeds geroepen, raad, hoe kunt u nou een cadeau aan de stad zonder de stad ook maar te raadplegen, zomaar willen aantasten, wegzetten, slopen, wat dan ook. Dat kan gewoon niet. Als u naar die huidige staat kijkt, wat vindt u daar dan van? Ja, dat is heel triest. We moeten ons gewoon bedenken dat er natuurlijk in tientallen jaren eigenlijk geen onderhoud aan is gepleegd. En als er geen onderhoud aan wordt gepleegd, dan is de restauratie een veel grotere opgave. Dat zal iedereen begrijpen. Die hebben gestreden voor het behoud van de volledige fontein. En ook alle plannen die daaromheen zijn gekomen, om die te voorkomen dat die onherstelbaar zou worden verwoest of verbouwd worden, waardoor de herkenning niet meer aanwezig zou zijn waarvoor het ooit gemaakt is. Voor de tweede keer in een week tijd is er bij werkzaamheden in Arnhem een rioolpersleiding geraakt. Daardoor kan rioolwater vanuit de gemalen in Heteren en Driel niet door de leidingen worden afgevoerd naar de zuivering in Arnhem-Zuid. Door de rioolleidingbreuk in Arnhem moeten vrachtwachtwagens af en aan rijden. Ja, ik moet hem heel even in de gaten houden, want hij is bijna vol. Ja. Ik heb 36 kuub heb ik bij me, zometeen als ik vol zit. Dit breng ik naar de zuivering in Zetten en daar doe ik hem gewoon op de zuivering lozen. Of lozen. Er ontstaat soms een kleine file achter haar, maar daar haalt Willy haar neus niet voor op. Ja, ik heb al wel wat commentaar gehad, maar ja goed. Anders kunnen de mensen niet meer naar de wc, hè? Dus het is heel belangrijk werk dat we nou doen. Ja, krijgt u nog het weer? Vannacht is het droog, maar bewolking houdt de overhand. Het blijft stevig waaien en het koelt af naar 14 of 15 graden. Morgen dan is het wisselend bewolkt en vooral in de middag vallen verspreid pittige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Bij een vrij krachtige zuidwestenwind wordt het ongeveer 17 graden. En vanaf donderdag dan is het kouder met vrijwel dagelijks kans op een aantal buien. Donderdag en vrijdag waait het daarbij ook nog eens stevig. En dit was Gelders Nieuws. De gemeente Rhede neemt vanavond een besluit over het wel of niet gedeeltelijk afsluiten van de postbank. De uitkomst van het debat lees je natuurlijk op onze Omroep Gelderland app en op de site. Ik wens u nog een fijne avond.